Dit is een vrij zeldzaam gewas. De alsempeer. Momordica. Moet eigenlijk in de kas groeien. Wat hebben we nodig? Een zaaibakje. Het zaad. Een beetje grof zand. En zaaigrond natuurlijk. Dus daar vullen we een bakje mee. Eens kijken wat erin zit. Oh, dat zijn vrij grote zaden. Dat voel ik al. Hele grote zaden. Het zijn er maar een stuk of 10. Kijk, als ik de zon erop laat schijnen, of je het zien kan. En zie, daar vallen ze. Zo, ik kom niet zo heel precies. Maar zo hebben ze de ruimte om te groeien. Een beetje zaaigrond eroverheen, zodat de zaden goed bedekt zijn. Blijf even uit de zon, zodat jij het ook kan zien. Dan doe ik er ook nog wat van dat grove zand overheen. Want dat kan wel eens lang duren, dat kiemen, dat weet ik niet. Omdat ik dit dan uitgezaaid heb. Altijd van onderen water geven, zitten immers gaatjes in het bakje. Dus de water komt vanzelf naar boven. Een half uurtje uit laten lekken. En dan het kiemen, dat zal waarschijnlijk toch wel vrij warm zijn, 20, 25 graden. Dus kun je nog zo'n kapje eroverheen zetten, dan blijft het mooi warm. Kan je ook nog luchten hier, als het nodig is. En het verdampt niet zo snel met een kapje erover. Ja, er zijn er voldoende opgekomen. Ik heb maar een paar planten nodig. Het wordt een flinke klimplant. Kijk, er zijn aardig wat wortels gemaakt. Die gaan altijd onderin zitten. Ik maak er voorzichtig één plantje los met zoveel mogelijk grond eraan. En dan gaat hij daarin. Het plantje is een beetje gerekt uitgegroeid. Ik kan hem meteen wat dieper zetten. Ik zet deze plantjes in een bakje. Vier heb ik er meer dan genoeg, want dat worden grote klimmers. En dan zet ik het geheel even in een schaal met water. En laat het water helemaal optrekken naar boven. We gaan een hok bouwen voor klimbonen of voor andere groentegewassen die klimmen. En een eenvoudig hok is 4 bamboe staken in de grond. We hebben zelf een bamboetuin, dus we hebben zelf bamboestaken geoogst. Maar je kunt het natuurlijk kopen. 2,5 meter is een goede lengte voor een bamboestaak. Zet ze ongeveer een metertje van elkaar in de grond in een vierhoek. En dan gaan we zo de toppen bij elkaar binden. Pak een stukje bindraad. En dan binden we ze zo hoog als je kan reiken. Bij elkaar met een ijzerdraadje, zo. Aan de voet van het hok, bij iedere paal, gaan we nu een gaatje graven. En daar zetten we dan de klimplant in. Nou, nog een beetje inwateren. Heel goed inwateren is altijd super belangrijk. Zeker als het zo warm weer is als nu. Even wachten tot het weggetrokken is en dan nog een keertje doen. Kijk, dan zie je ook aan de hand van Karen hoe groot die vrucht van die wordt. Die linker die is nog niet rijp, dat is een jonkie. Maar die gele, die is wel rijp en die moet je nou oogsten. Want als je hem te ver laat gaan, dan gaat hij openbarsten. Dat zal ik je ook even laten zien. Als je niet tijdig oogst, dan barst die vrucht van onderen open. En dan krijg je dit te zien.